YouTube's, what's up? Nou, was gisteravond een beetje te laat geworden. Ik had echt even, ik had geen zin meer om nog weer aan te trekken. Ik was kapot. Ik ben even rustig. Nou, jullie zien dat ik ben thuis met de hondjes. Ga weg, Mo. Dus we gaan even een winnaar trekken van de stickeractie van gisteren. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb iedereen die een reactie heeft geplaatst, heb ik zijn naam op een tipje geschreven. En denk, we gooien al die tipjes gooien we in mijn helm. En dan gaan we kijken wie er gewonnen hebben. Dus here we go. Tromgeroffel. Mo, als je nou niet oplaat, krijg je een hengst. Hop, dieven, gauw. Wegwezen nou, hup. Even goed schudden. Ik vaak zie van die winnacties op YouTube, weet je. Maar denk je, ja, volgens mij wint er helemaal nooit iemand, wat? Maar jullie zien het. Ik ga ze lang brengen, ook die stickers. Ik hoop echt dat ze niet helemaal in Friesland zijn of in Schubbekutteveen en weet ik veel waar. Eerste winnaar! Luc van Wieringen. Luc, hartelijk gefeliciteerd, jongen. Nou, hopen dat Luc niet te ver woont. We gaan het meemaken. Tweede winnaar. Laat het alsjeblieft niet Groningen zijn of Maastricht. Mister Boring 707. Nou jongens, gefeliciteerd. Ik ga contact met jullie opnemen en dan kom ik jullie sticker setje brengen. Fuck, nou heb ik al voor het tipjes in mijn hand. Mokum, ga eens weg nou, laat die hond met rust, man. Nou, Philip Gierigaard, je hebt gereageerd, maar je hebt niet gewonnen. Ik heb je wel gezien, teringlijn. Nou, verder. Tyfushondjes. Terroristen. Verder bedacht ik me dat we die ook nog hebben leggen. Die had ik op de motorbeurs gekocht. Dat zag ik leggen voor 3 tientjes. Nou, dat nemen we mee. Het zijn van die dingen die komen aan het einde van je handvat. En dat is eigenlijk voor in de racerij, als ze heel dicht op elkaar racen, wat ik nooit doe, dat ze niet mekaars voorrem per ongeluk in kunnen drukken. Dus we gaan even kijken, we gaan hem even erop bouwen. Boezadores, pompert. Kom maar, Mo. Nou, denk ik dat we alleen deze nodig hebben. Hoop ik dan tenminste. Ben je druk aan het doen? Ben je ook in de vlog? Voelt echt heel erg fucking eBay verkoop shitachtig. Think they go on like that? Denken jullie? Nou, ik weet het niet. We proberen het gewoon even en als het niks is, dan halen we het weer eraf. Dus. Fucking rommel. Paste gewoon niet, zat speling, bleef bewegen. Ene baadje was te kort, andere baadje was te lang. Dus we hebben gewoon weer die rhizoma bar ends erop gegooid. Misschien dat we zometeen nog even een klein stukje gaan rijden voor werk, want jullie zien het, de zon schijnt fucking lekker.
Dus nog even een klein stukje rijden zo en dan sluiten we weer af voor vandaag. Luc en Mr. Something, uw stickersetjes komen eraan. Ik ben weg, jongen! Dus zoals ik al zei, laten we nog maar even een klein blokje omrijden voordat we naar werk gaan, aangezien het zo lekker weer is. Is dat nou een check op een Beverly? Pompert. Oh. Het probleem is alleen dat het nu nog heel lekker is en dat het vanavond fucking koud wordt. What the fuck was dat? Nou, dan moet er maar eromheen. Kant? Ga gelijk weer alarmpjes af. Was it me? Ik was het echt niet, meneer agent. Ik was het echt niet. Het was die Ibiza voor me. Ik hoor dat jullie allemaal erg hebben gelachen om imitaties van de MT-09. Van het geluid van die Accra. Nou, die Boeza kent er ook wat van, hoor. R1, Pompert. What the fuck, doe jij? Waarom heb jij een scooter gekocht? Echt grap, Jezus Christus. Onvoorstelbaar. Het schiet allemaal niet op vandaag in de binnenstad. Oh, het is vrijdag natuurlijk, dus het is fucking druk. Allemaal stelletje fucking ezels. Oh, niet te zuinig. Kom op. Motherfuckers. Ja, gaatje? Mooi. Kijk, geen spiegels. Dat is fucking master. Heb je nou een motor of een motorscooter? Een scooter. Dat is een snelle scooter. Nou kom op, alweer, trappen. Ja man, Rastafari. Ziet eruit alsof je in de Efteling woont. Als het licht op rood gaat, zou ik maar stoppen als ik jullie was. Which is about now. Ongelooflijk. De mensen steken allemaal over in het wilde weg. En die agent die zat nog te wachten ook op ze. Pas je ook even op, Pik? Gewoon een visier ervoor. Want ik ga er ook hierin. Rijden kennen hier in ieder geval niet, mensen. Het is allemaal Amsterdam, Red Light District. Let hij er wel even op?
Dus je launch control werkt gewoon het beste. Ja, ik zal ook maar even aan de kant gaan. Pips, like, comment, subscribe. Zie jullie later voordat de Wouter komen. Vlug de Wouter, de hondhaving. Later. Yeah. Lamp City. They tell me this.